En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. En daar gaat hij, John de Leeuw, aan de buitenzijde in het derde spoor de overwinning hier grijpen. Maar goede koers voor Cha-Cha-Cha. En wat te denken van Billy Duvivier en een galopade van Sauburg rijden. Billy Duvivier, die hier ook heel goed meegaat in dit geweld. En we komen in de laatste rechte lijn. En het is aan kop van het veld inmiddels die nummer 7, Dinant Convital. Cha-Cha-Cha loopt een superkoers. En dat geldt ook voor de derde aankomende, zegt Billy Duvivier, de verrassing. De 7 wint voor de 4, dan de 1 en dan de 5. Op de valreep had je gelijk, Tim. De 7. Even toch voor de 4, hè? Je hebt handige mannen erbij, hè, Bas? Ja, zeker. Boel eigenaar kunnen mezelf vasthouden, dat paard. Is er een aparte? Nee, valt wel mee. Normaal is hij heel makkelijk. Hij deed zoals je het verwachtte? Ja, ging heel makkelijk. Het geen partij. Nee, heel best paard in deze klasse natuurlijk. Of altijd hier een heel goed paard natuurlijk. Nee, ik hoop dat hij hier voorlopig kan koersen. Doel? Toch weer de langste koers? Ja, zeker. Zeker. Dat is zeker de bedoeling van het jaar. Heb je daar meer paarden voor? Weet ik nog niet. We hebben natuurlijk een vrachtwagen vol Fransen staan. Ik hoop dat daar ook een paar goede tussen zitten hiervoor. Daar zinspeelde ik inderdaad een beetje op. We gaan het zien en beleven. John, ga voorrijden. Hij pakt zijn tweede winnaar en die zit nog vol dadendrang. Dit heeft hem weinig gedaan, Dinant Convital. Dat is wel duidelijk. Wat een mooie winnaar om deze leuke koersdag mee te besluiten, dames en heren. U kunt in de handen voor Dinant Convital en John de Leeuw. Meter. De start is gevallen, ze zijn onderweg en daar komt hij aan de buitenzijde als een pijl uit een boog naar voren, maar net niet snel genoeg om de kop te nemen. Discovery Swish. En zo gaan de deelnemers dan door de eerste meters op weg naar de overzijde van de baan. En daar heeft aan de binnenzijde Billy Duvivier de leiding in handen genomen. Billy Duvivier, tweede plaats aan de buitenzijde Discovery Swish. En ik dacht dat het de bedoeling was dat Billy de kop over ging geven. Maar Eline bedenkt zich op het laatste moment, vorige keer, dat ze natuurlijk ook een goede tactiek in. Terwijl in het achterveld Sauburg rijden een heel moeilijk moment had. Ruud Lach voorin moet nu helemaal de laatste plaats terug en ligt zelfs achter Dinant Convital. Dat had ik niet helemaal voorzien, Tim. En dan is misschien wel jouw tip kansrijker. We komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Met aankop van het veld die nummer 1, Billy Duvivier. Dappere poging aan kop. Op de tweede plaats erachter Discovery Swiss. De derde plaats is voor de ouderdomsdeken in het veld, Sierra Angel. Achter Sierra Angel volgt dan Baccardici. En achter Baccardici is het Cha-Cha-Cha. Die hadden we iets verder voorin verwacht. En achter Cha-Cha-Cha dan de laatste twee. En dat zijn Dinant Convital en Ruud Pols. Die op een gegeven moment dacht van, weet je wat ik doe? Ik ga me laten brengen door John de Leeuw. En dat is eigenlijk wel een hele interessante tactiek. Galopade van Baccardici. En wordt vakkundig naar de buitenkant van de baan gestuurd. Uitgeschakeld paard nummer 3. 3 galop. We gaan op weg naar einde overzijde. En ik heb het hier het waardig tempo in deze koers zat. Want die favorieten achterin, die hebben nog niet zich geroepen gevoelen om naar voren te gaan. John de Leeuw wacht ook nog even. En er wordt hem hulp geboden. Wie had dat gedacht? John Dekker gaat er vooruit met Cha-Cha-Cha. Eens kijken of ook Dennis Minnema dat durft. Het antwoord is op dit moment nog nee. En we gaan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En die Billy Duvivier maakt toch een sterke indruk. Dappere poging hier van kop af. Heeft nog altijd een anderhalve lengte voor op Discovery Swiss. Aan de buitenzijde echter komt daar die Cha-Cha-Cha als ideale gangmaker voor Dinant Convital. Aan de binnenzijde Sierra Angel. En daarachter hangt Ruud zich eraan met zijn herhaling. De 3, u bent uitgeschakeld. En dan gaat het spel duidelijk op de wagen als de deelnemers voor de laatste maal afkoers op de overkant van de baan. En het treintje aan de buitenkant een goede indruk maakt, waarbij als eerste aan de buitenzijde Cha-Cha-Cha de koploper onder druk zet en er bijna aan voorbij is. Maar daarachter, in afwachtende houding, John de Leeuw met zijn Dinant Convital. En daarachter komt ook mee naar voren Sauburg rijden. Aan de binnenzijde krijgt Discovery Swiss het wat moeilijker. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. En daar gaat hij, John de Leeuw, aan de buitenzijde in het derde spoor de overwinning hier grijpen. Maar goede koers voor Cha-Cha-Cha. En wat te denken van Billy Duvivier en een galopade van Sauburg rijden. Billy Duvivier, die hier ook heel goed meegaat in dit geweld. En we komen in de laatste rechte lijn. En het is aan kop van het veld inmiddels die nummer 7. Dinant Convital. Cha-Cha-Cha loopt een superkoers. En dat geldt ook voor de derde aankomende, zegt Billy Duvivier, de verrassing. De 7 wint voor de 4, dan de 1 en dan de 5. Op de valreep had je gelijk, Tim. De 7 toch voor de 4, hè.